In de volgende oefening maken we de flywheel rim en we starten het weer zoals al een paar keer met een nieuwe sketch. Ik leg hem dit geveel op het nak, nou, pak nog een keer die XZ, boom. En eigenlijk probeer ik de eerste basisvorm weer te maken en die ziet er eigenlijk, ik begin even niet uit het centrum hier, maar een beetje een stukje verder, want we kunnen straks mooi een revolve maken. En de eerste vorm, denk ik, die ik aan het zoeken ben, die ziet er denk ik wel zo uit. Dus we gaan hier nog een beetje terug. Er zit hier nog een uitsparing in. Even in de ondergaand, ook dat netjes daar kan afgrijpen. Het is wel zo. De vorm waar ik naar op zoek ben. Ja? Ik kan eventueel zeggen hier met een horizontale constraint ook even dit hier mooi gelijk zet. Boom. Dan hebben we dat daar al mooi te pakken. Eventueel maken we hier keurig netjes een lijntje in en dan maak ik daarvan een centerlijn waar ik straks de zaak in kan revolven. Misschien nog een horizontale constraint tussen dit punt en dat punt, dan hou ik dat ook mooi gelijk. En dan kan ik hier eens gaan kijken wat ik daarvan kan gaan maken. Dit is namelijk een maat van 20 mm zie ik staan. En deze maat, die hadden ze 8 gemaakt. Ja. En de buitendiameter, kijk, die kan ik hier selecteren en daar selecteren. Kijk, dan kan ik in één keer hier naar boven zo die diametermaat opgeven. En die is 100. Dat doe ik ook voor de binnenkant. Dus ik klik hier de centerlijn aan, deze lijn aan, zet hem boven neer. En die binnenkant, die hadden ze 88 gemaakt. En de laatste is dan tussen die en die. Nou, die zet ik eens even onder neer. En die hadden ze dan 90 gemaakt. Nou, in principe. De basis daar al mee gezet. Ik zal het even een klein beetje hier bij elkaar zetten. We zeggen finish sketch. Kiezen voor een revolve. Nou, in principe heb ik daar zo die basisvorm al gezet. Er zit nog een kleine chamfer op. Dus ik kies even hier voor de chamfers. En daar een en daar een. En die zullen we zetten op 1. Distance en angle, ja. En dan maken we daar eens 1 mm van. Pakken we materiaal uit de lijst, physical material. En we zoeken hem weer even hierop hieronder. Steel, steel mild, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Zit dat hier ergens in? Daar komt hij al als het ware. Ik kan hem rechtermuis, ik kan hem ook eens in de favorieten zetten. Dan is hij de volgende keer makkelijker te selecteren. Druk op save. En geef een naam aan mijn document. En dit is dan de fly wheel rim.